Ik heb wederom een verhaal voor jullie wat mij overkomen is. Ik ga niet zeggen hoe oud ik nu ben, maar dit speelt zich af in 1966. Ik was op de lagere school en ik had een hele lelijke grote wrat op mijn gezicht ter hoogte van mijn kin. Ik werd ermee gepest op school en dat vond ik niet leuk. Dat vertelde ik ook aan mijn moeder. Het was gewoon lelijk, het was niet pijnlijk. En zoiets zag je meer bij oude vrouwen en zo, zo'n grote wrat. Maar ik had het op mijn gezicht en ik vond het afschuwelijk. Een buurman aan de overkant overleed, een hele oude buurman. En in die tijd herinner ik mij dat er was bij een uitvaart geen volgauto's zoals dat tegenwoordig is. Maar er was een lijkkoets. En die zou dan stapvoets rijden naar de begraafplaats. In dit geval naar de RK begraafplaats met de ingang aan de Toetonderlaan. Dus nu is het aan de Schietbaanweg, maar voorheen was het aan de Toetonderlaan de ingang. En ik weet, de mensen in de straat, die waren allemaal in het wit gekleed. Degene die de uitvaart zouden bijwonen. Dus familie en mensen in de straat, familie, vrienden, noem maar op. Iedereen in het wit gekleed. Maar mijn moeder had mij al van tevoren gezegd van, als je van deze lelijke puis, want zij noemde het een puis, af wil zijn, dan moet je goed naar me luisteren. Als de koets gaat rijden, je moet in de hoek van de tuin staan en je mag niet kijken en doe een gebaar zo dat je de puis meegeeft aan de overledene en je vraagt of hij het meeneemt op zijn verre reis, zodat je ervan bevrijd bent en dan bedank je hem. Maar je hoeft het niet hardop te zeggen, zeg het gewoon innerlijk zo. Niet iedereen hoeft het te horen. En je moet niet kijken. En ik wilde dolgraag van die lelijke wrat af, dus ik geloofde mijn moeder. Ik denk, ja, ik probeer het en als de buurman het mee wil nemen, dan is het mooi. In die tijd, de sfeer in de straat, je kan alleen maar zeggen dat het een sfeer was van harmonie, respect. Onze buurman, die naast mij woonde, moet ik zeggen, die draaide heel toepasselijke liederen van Jim Reeves. Muziek van This World Is Not My Home, Take My Hand, Precious Lord. Dus al die mooie liederen van Jim Reeves in die tijd, herinner ik mij, draaide hij. En ik weet, dan mijn moeder had me sein gegeven dat als het gaat rijden, als die koets trekt, dan moet je dat zeggen en je moet niet kijken. Ik heb gedaan wat mijn moeder mij heeft gezegd. Ik heb niet gekeken en in mijn beleving, zoals ik dacht, is het heel goed gegaan. Ik denk heel respectvol in de straat is te gaan. En toen het voorbij was, heb ik mijn moeder gezegd, ik heb gedaan wat je me gevraagd hebt en ik geloof erin. Zo, en de volgende dag, je gelooft het of niet, die lelijke grote wrat is weg uit mijn gezicht. En ik mag voelen. En ik zeg, hè, hoe kan dat nou? Geen wondje, geen litteken, niks. En ik ren naar mijn moeder om dat te wijzen en dat te vertellen. En ze zegt van, hij heeft het meegenomen en je mag dankbaar zijn. En dat ben ik ook. En daarom denk ik soms, je kan wel iets hebben en je komt er zelf niet uit. Maar je kan altijd hardop om hulp vragen. Er zijn altijd voorouders of mensen die overleden zijn, die ons voorgegaan zijn. Dat je om hulp vraagt als je het moeilijk hebt, als je iets hebt. Jij ziet ze niet en jij hoort ze niet, maar zij horen ons. Dat geloof ik best. En soms denk ik, je hoeft niet altijd hulp voor jezelf te vragen. Je kan ook hulp vragen voor een ander. Als je weet dat iemand echt lijdt, iemand heeft pijn, iemand is ziek. Vraag ook hulp voor een ander. En ook bij een uitvaart en je denkt van, ik vraag aan de overledene, verlos mij van mijn pijn, help mij, doe wat voor mij alsjeblieft wat je kan doen. Maar je hoeft het niet hardop te zeggen dat iedereen naar jou gaat kijken.
Ik ga dat even innerlijk zeggen. En ik denk ook wel, we kunnen ook met z'n allen hulp vragen of oplossingen vragen. Ook voor Suriname. Suriname heeft zoveel problemen, zoveel criminaliteit, zoveel onrecht, zoveel zelfmoorden, noem maar op. We kunnen ook innerlijk bidden voor een ander, voor Suriname, voor een vreemde, voor een bedelaar, voor wie dan ook. En wie weet wordt onze gebed verhoord.